Klimaatverandering, het verlies van de biodiversiteit. Wetenschappers luiden de noodklok. Als we met een positieve bril naar de toekomst kijken, zie je dat we de gevolgen van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit kunnen beperken. Als we de natuur en natuurlijke processen de ruimte geven, ziet Europa er in 2021 totaal anders uit. Europa blijft natuurlijk hetzelfde, maar hoe we in Europa leven, dat zal over 100 jaar totaal anders zijn. De meeste mensen wonen in steden, net zoals nu, maar die steden veranderen. In de woonwijken komt meer hoogbouw. Gemaakt van hout, van 4 of 5 verdiepingen. Woningen die zelfvoorzienend zijn, door bijvoorbeeld geïntegreerde zonnepanelen in de ramen. Of regenwater voor gebruik binnenshuis. Steden zijn daarnaast ook veel groener en de lucht is schoner. Fossiele energie is verleden tijd en de stad is nagenoeg autovrij. Alle voorzieningen in de stad zijn op 15 minuten lopen. En de auto's die er zijn, zijn om te delen. Het openbaar vervoer is veel beter georganiseerd. En als je verder moet, dan pak je gewoon de tram. En wil je nog verder reizen? Met de hoge snelheidstrein sta je binnen een paar uur in Berlijn. Buiten de stad vind je groene overgangszones, die stad en platteland met elkaar verbinden. Deze zones zijn voor recreatie, maar ook voor waterberging, zodat de stad droge voeten houdt. De natuur is onze belangrijkste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. In 2021 zal 1/3 van Europa bestaan uit natuur. Die natuur helpt ons om CO2 op te nemen en geeft bescherming tegen weersextremen, zoals hitte, droogte en extreme neerslag. In 2021 is er veel meer ruimte voor water en zijn onze landschappen ingericht als spons. Nature-based solutions zijn op grote schaal toegepast. Door meer ruimte te geven aan bossen met een hoge biodiversiteit is Europa beter bestand tegen droogte en extreem weer. En met het hout uit deze bossen kunnen we volop bouwen met hout. Klimaatverandering dwingt ons om nu al na te denken over een toekomstbestendig voedselsysteem in Europa. Om te zorgen dat iedere Europeaan elke dag een gezonde en voedzame maaltijd heeft, eten we in 2021 voornamelijk plantaardig. We gaan uit van circulaire landbouw. De veehouderij is kleiner en dieren krijgen hun voedsel voornamelijk uit reststromen vanuit de akkerbouw en restaurants. Een gezonde bodem is de basis voor het produceren van gezond voedsel. Boeren produceren naast voedsel ook biobased materialen, bijvoorbeeld voor de isolatie van huizen. Daarnaast worden boeren beheerder van het landschap, waar ze natuurlijk een eerlijke vergoeding voor krijgen. Dit klinkt misschien als een utopie, maar dat is het niet. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dit werkelijkheid kan worden. Maar we kunnen niet achteroverleunen. Samen kunnen we deze toekomst bouwen, waar mens en natuur in harmonie leven. Laten we vandaag die eerste stap zetten voor een betere wereld.